Welkom bij een nieuwe Contactcafé met deze keer een aantal mensen in de studio die ons meer over hulpverlening gaan vertellen. Hulpverlening waarvan u ook deel uit kunt gaan maken, want de brandweerposten in de gemeente Laarbeek, die kunnen wel wat nieuwe aanwas gebruiken. Niet dat de dienstdoende brandweerlieden te oud zijn. Nee, er zit ook wel jong bloed bij. Maar toch, we willen verversen. We hebben gasten aan tafel. En links van mij zitten Nout van Erp en Harry Bouw. Dat zijn de twee oud-gedienden. Terwijl aan de andere kant van de tafel twee jonge gasten zitten. Dat zijn Remy van Melsvoort en Wilco Hogenberg. Nout van Erp. Brandweer, man in hart en laarzen, mag ik dat zo zeggen? Hart en nieren was het dan niet? Nee, hart en laarzen. Hart en laarzen. Ja, dat mag je zeggen, als dat zo is. Ja. Want ook al, hoe lang in het... Ik ben er dit jaar 30 jaar bij, ja. Eén van de oud-gedienden? Ik ben de oudste van het van Post Lieshout, ja, klopt. En hoe bent u eigenlijk bij de brandweer gekomen? Nou, ik was werkzaam bij de firma Contact toentertijd in Lieshout. En de eigenaar was ook... Bij de club, bij de brandweer, vrijwillige post Lieshout. En zo kwamen we in gesprek. En eigenlijk zat het al in het DNA, denk ik. En op een gegeven moment toen ben ik erbij gekomen, 30 jaar. En toen was Martin Klomp. Die was er en die zei van, die komt toen aan de deur. En hé, is iets voor jou? Ja, dat is iets voor mij. Nou, en dan gaat het balletje rollen. 30 jaar geleden, afgelopen 16 augustus dit jaar. Wel leuk. Ja. Iemand naast jou, naast u, Harry Bouw, want Harry volgt mij nog langer als Nout van Erp. Iets langer, 32 jaar, weliswaar een Beekenonk. Vroeger ergens op een of andere manier toch met vuurtje ergens interesse in. En uiteindelijk bij de brandweer gekomen en besmet zeg maar met het brandweervirus. Ja, er wordt wel eens gezegd, je bent een pyromaantje als je bij de brandweer gaat, is dat zo? Dat denk ik niet, maar vooruit. De passie is altijd wel groot aanwezig geweest bij de brandweer van mij. Hoe is Harry Bouw bij de brandweer gekomen? Ja, eigenlijk wel interesse in de brandweer. En ik woonde toen in Beekenonk en ik werkte in Beekenonk. En ik ben eigenlijk gewoon naar de commandant, destijds Pierre de Beer, gegaan met de vraag of dat kon. En toen hadden ze voldoende mensen en op een gegeven moment... was op plek voor mij en toen zijn we aangesloten. Ja. Het is niet van jong gekomen, maar we kunnen meteen beginnen. Ja, zoiets, ja. Ja. Als we dan kijken naar het vak van brandweerman, het vak van brandweerman nu en het vak van brandweer dan toen? Ja, dat is denk ik wel behoorlijk wat veranderd. Ook de techniek is veranderd, de maatschappij is veranderd. Voorheen zaten wij bij de gemeente, als gemeentebrandweer. En we zijn in 2014 overgegaan naar de veiligheidsregio. En de veiligheidsregio, ja, die bestuurt nou eigenlijk, die stuurt de brandweer eigenlijk aan op 36 posten in de regio Zuidoost-Brabant. Ja. Is het er makkelijker op geworden of moeilijker, Nout? Ja, wat is makkelijker? Kijk, wij als oude garde, en net als Harry, 32 jaar, 30 jaar, voor ons verandert er wel veel. Want er zijn veel meer regels en wetjes gekomen waar je eigenlijk moet houden. Het oude cultuur wat vroeger was, wat toen kon, is nu niet meer. Allemaal heel begrijpelijk. En dan moet je mee. En je zit je eigen in de weg als je dan niet meer meegaat. Als je bij de brandweer wil blijven, dan moet je mee veranderen. Dus in elke wereld, in elke bedrijfskant, dan moet je mee veranderen. Ja. Nou, en als je dat kan, dan maakt het niet zo gek veel uit. Maar soms is dat best moeilijk voor sommigen. Maar zijn er mensen die niet mee kunnen veranderen dan? Ja, die kunnen wel mee veranderen, maar die zien niet meer het plezier en het cultuurtje wat er was. Dat hebben ze niet meer. Dus dat missen ze dan. En dan zeggen ze 25 jaar, 30 jaar, ze zeggen eerder stop tegen die brandweer. Door die veranderingen, dat denk ik wel. Ja. Is het makkelijk om jeugd erbij te krijgen? Dat wordt een uitdaging, Mario. Ja. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Nee. Want over jeugd gesproken, we hebben twee van de jonge gasten eigenlijk ook hier aan tafel zitten. Wilco Hogenberg, wat was voor jou de reden? Want als de mensen jou zo meteen horen praten, horen ze meteen dat je geen Laarbeker bent. Maar wat was voor jou de reden om toch bij de brandweerkorps in Aalrikse te gaan? In 2014 ben ik hier komen wonen in de gemeente. En ik was daarvoor was ik al vrijwilliger in de regio Rotterdam. Ook beroeps trouwens. En voor mij is het eigenlijk het continueren van mijn hobby. Ja, want hoe ben jij als jonge gast bij de brandweer gekomen? Ja, voor mij is het eigenlijk de bekende
de jongensdroom. Dus ik wilde het al vanaf heel jong. En vanaf mijn 19e, 20e ben ik naar de school. Ja, dan ben je vrijwilliger in Rotterdam. Maar dan denk ik dat Rotterdam een hele andere invalshoek heeft als dat je nu in Aalriks bijvoorbeeld bij de brandweer bent. Ja, dat sowieso. Maar posten, korpsen, onderling, ze verschillen allemaal heel erg. Er zijn heel veel verschillen in manier van werken. En daar valt Laarbeek ook onder. Die werkt ook anders. Maar je komt in Laarbeek wonen. Ben je dan meteen iemand die zegt van... in Aalriks, ik ga eens gaan op die deur gaan kloppen bij de brandweer? Ja, het grappige is dat ik eigenlijk het idee had van... nou, misschien is het wel eens mooi geweest als vrijwilliger. En ik ben nog steeds beroeps. Dat was ik toen ook. En ik was mijn tuin in aan het richten. En toevallig zag ik een huidige collega van mij, die had een pieper aan zijn broek. Ja, toen begon het al een beetje te kriebelen. Dus ik sprak hem aan. Ik zei, ben je van brandweer? En zoeken jullie nog mensen? Nou ja, zo is het balletje bij mij gaan rollen. Ja, je zegt beroeps. Wat is het grote verschil tussen een beroeps en een vrijwilliger? Ja, ik zit 24 uur op een kazerne. En heb daar een huishouden, gek gezegd. En wij rukken binnen anderhalf minuut uit. En in het Laarbeekse als vrijwilliger kom ik van huis af. Hebben een opkomst van een minuut of 3 tot 4, 5. En gaan dan vanaf de kazerne rijden. Ja. Wat is leuker, vrijwilliger of toch beroeps? Het heeft allebei zijn charmes. Ja? Ja. Dat is wel het mooie. Remy, Remy van Meldvoort, jij bent... Ja, het brandweervak is voor jou met een paplepel ingegoten volgens mij. Ja, klopt. Ja, ons pap is ook een lieshout bij brandweer. 30 jaar geleden samen met Nout erbij gegaan. En ja, goed, mijn heel leven meegekregen wat brandweerman inhield eigenlijk. En dat trok me toch wel. En zo ben ik erbij gekomen eigenlijk. Het leuke is, je hebt toch ook bij de jeugdbrandweer gezeten? Ja, klopt. Ja. Ja. Was dat ook een beetje de aanleiding om door te stappen naar hetgeen wat je nu bent? Ja, goed, die intentie toen misschien wel eigenlijk om toch te kijken waar is het, wat doet het. Toch het vak een beetje te leren om later ermee door te kunnen gaan misschien wel. Want je bent nu 19, 20 jaar? 23. 23 zelfs. Ja. Hoe lang duurt zo'n opleiding voor een jonge gast? Hè? Want we kennen de jeugdbrandweer hier in Laarbeek. Ja. Hoe lang duurt zo'n opleiding? Ja, goed, ze zeggen opleiding tot manschap. A heb je dan plus minus 2 jaar dat je er toch wel mee bezig bent. En dan zeg je 2 jaar, maar buiten de vakanties om is het 1 avond in de week. Ja, maar goed, dan zijn jullie jong en je wilt wat. Je wilt door de week naar de kroeg. Je hebt misschien een vriendin, je hebt vrienden, je zit onder een sportvereniging. Dan heb je geen tijd voor de brandweer. Nee, je moet de keuzes maken. En ja, sportvereniging had ik niet. En dan zag ik brandweer toch wel als een mooie hobby om daarmee verder te gaan eigenlijk. Want die mooie hobby, wat is er dan zo mooi? Dan moet je, vertel lekker eens uit, want ik begrijp dat er een hoge nood is aan brandweermannen, brandweervrouwen. Ja. Als het zo'n mooie hobby is, dan wil iedereen toch brandweerman worden, brandweervrouw? Ja, dat zullen ze zeggen van wel, maar dat valt toch tegen als je dat ziet. Ja. Ja. Maar jullie zitten in de jongeren, je gaat stappen, je hebt je vrienden. Wat hebben jullie dan nooit gesproken van, goh, wat houdt er nou in dat brandweerman zijnde? Wilco. Ja, ik denk dat überhaupt gewoon bij de bevolking niet helemaal bekend is wat wij nou eigenlijk doen. En die hebben misschien gewoon überhaupt een heel... Oh, wacht even, dan ga ik je onderbreken. Want dat weet toch iedereen. Als er een ongeval gebeurd is, staan jullie erbij. Als er brand is, staan jullie erbij. Als er een auto te waard is, dan staan jullie erbij. Dus iedereen weet wat de brandweer doet. Ja, maar goed, dat is precies het beeld wat men heeft. Maar dat is veel breder. Het is een vereniging eigenlijk. Hè. Het is een gezellig samen zijn. Eens in de week op de dinsdagavond hebben we een oefenavond. Waarin we het vak zeg maar, bijhouden. Daarna is het vaak nog een drankje achteraf. Het is gewoon gezellig. En je komt bij heel veel mensen en bedrijven over de vloer. Dus voor mij was het ook een stukje inburgering. Ja, ik kom overal. En gelijk in een keer 12 collega's die me ook wegwijs maken. Hoe werd jij geaccepteerd? Goed. Ja, als buitenstaander dat meteen een warm bad? Ja, dat viel me heel erg op. Ik heb nergens mij hoeven bewijzen of een bepaalde drempel over gemoeten, gevoelsmatig. Nee, ik was welkom en nog steeds. Hoe geldt dat voor jou, Remy? Hoe werd jij ontvangen? Want je had die ervaring in de jeugdbrandweer. Dan ben je een paar jaar weg. Je wordt ouder, je hebt gestudeerd. Je komt weer terug. Je hebt die opleiding gedaan bij het korps in Lieshout. Hoe werd je ontvangen? Ja, goed. Ik was er bekend met de mensen. We waren eigenlijk met z'n tweeën. Ik ben er samen
bij de zoon van Hout Frank bijgegaan. We waren met z'n tweeën en we waren bekend met de mensen, met de kazerne. Dus het was niet echt nieuw voor ons, de brandweer of brandweer Lieshout zelf. Maar goed, vorig jaar, 2 jaar geleden, is er bij ons een jongen bijgekomen, Sander. Ja. En ja, die heeft er volgens mij niet anders ervaren. Die is erbij gekomen en ja, je hoort er meteen bij ons, heb ik het idee altijd. Ja. Wat heeft die jeukbrandweer jou gebracht? Want hoeveel jaar ben je bij de jeukbrandweer geweest? Daar ben ik 2,5 jaar bij geweest. Ja. Wat heeft dat jou gebracht? Want je komt er als ja, in brugklasser bij, of hoe zit dat? Bij de jeukbrandweer was ik volgens mij... Ja, volgens mij maar er vanaf 12 erbij. Ja. Ja, maar is het een goede opleiding? Ja, het is wel een goede basis. Ja. Dat bedoel ik. De echte basis qua materiaalgebruik en alles, daar zit er gewoon in. Als je dan op de opleiding komt, het ROC noemen we dat, dan zie je mensen die hebben geen achtergrond als brandweerman of jeugdbrandweerman of vrouw. En die staan echt te kijken van waar is dit en waar is dit. He, dat is allemaal nieuw. En je komt daar als jeugdbrandweerlid. Kom je daar en al het materiaal wat je ziet, dat ken je. Je kunt ermee werken. De basis is gewoon aanwezig. Ja. En dat is een grote voorsprong die je hebt. Harry Bouw, want als je dat zo hoort van die jonge lui, het is wel leuk, hè? Want zelfs jonge lui al zeggen van ja, de mensen weten niet wat wij als brandweerman, zeker brandweervrouw, doen. Begrijp je dat? Ja, eigenlijk niet, maar. Ja, goed, de maatschappij is veranderd. De jeugd heeft. Ook meerdere interesses als alleen de brandweer. Toen ik bij de brandweer kwam, was eigenlijk maar één hobby. En dat was de brandweer. Mijn kinderen zelf, die hebben het ook allemaal heel erg druk. Maar met veel meer dingen als alleen maar met één soort hobby. En misschien is dat ook wel voor nieuwelingen, misschien ook wel een drempel om te zeggen van ja, ik heb een hobby, maar ik wil nog een ander hobby en nog een hobby hebben. En ja, dat is denk ik ook wel een probleem van nu. Wij zijn aan het vergrijzen, tenminste de brandweer is aan het vergrijzen. En we zijn eigenlijk toch wel dringend verlegen om een nieuwe aanwas. Alleen het valt natuurlijk niet mee om die zeg maar over de drempel te trekken. Nou, dan moet je eventjes uitleggen, want we zijn een aantal jaren geleden samen gegaan. Onder andere in de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. We hebben een grotere uitvoer. Wordt er niet een beetje vanuit een pool gewerkt? Want, Of heeft nog elke korps, want hoeveel leden heeft korps Beekendonk, hoeveel brandweermannen? Wij zijn nu met 16 actieve. En hoeveel man moet je hebben? Op een tank uitspuit is in principe 6 personen. En om een goede bezetting te hebben, dus zeg maar dat je eigenlijk altijd uit kunt drukken, gaan ze uit van een 300%. Dus er zouden er feitelijk 18 mogen zijn. Dus dan moet je eigenlijk nog een aantal mensen bij hebben. Ja, want van die 16 zijn er ook nog een paar, zeg maar, opspringers. En, hoe noem je dat? Opspringers? Een opspringer. Wat zijn dat? Dat zijn eigenlijk mensen die hier in de omgeving werken en ook brandweerman zijn, maar niet in de eigen gemeente uit kunnen rukken, omdat die eigenlijk te ver van van de eigen kazerne af zitten. Maar die rukken dan, zeg maar, met de post Beekendonk mee uit, om toch te zorgen dat er voldoende mensen zijn die dan... het incident kunnen gaan bestrijden. Ja, nou is het wel leuk, hè? Want dan hebben we hier in Beekendonk bijvoorbeeld heel veel grote bedrijven. Zijn er dan ook, hebben jullie gepolst bij die bedrijven of dat er toevallig mensen, mannen, vrouwen zijn die brandweerman, brandweervrouw zijn, elders waar dat ze vandaan komen? Ja, we hebben al verschillende pogingen, zeg maar, gedaan om bekendheid of geruchtbaarheid aan te geven dat wij mensen zoeken. We hebben denk ik nog niet alle opties zeg maar benut om dat te doen. En misschien is dat wel een goede optie om daar ook nog eens gaan te kijken of daar potentieel voor ons bij zit. Ja. Hoe zit het met de opspringers in Lieshout? Nou, we hebben er ook een enkele. We hebben een jongen die werkt op Franciscus of als fysiotherapeut, komt uit Valkenswaard. We hebben een uit Aderiksel. Er zijn een enkele die opspringen. Dus ja, daar hebben we onze korpsleden, onze teamleiders noemen we die, hard aan gesleuteld. Dus wat dat betreft zijn we nog blij mee dat die ons aan kunnen vullen. Want we hebben ook maar 13 man nog bij de brandweer. Wij mogen er iets meer hebben dan 18, omdat wij nog een ander voertuig erbij hebben. Dus wij mogen op de 20 zitten. Dus wij zouden er 7 bij mogen hebben, zo'n beetje. Maar je zegt een ander voertuig. Wat voor voertuig is dat? Dat is een tankwagen. Daar zit 13.000 liter water in. En die gebruiken wij, die zetten wij in. Zo gauw als wij niet voldoende water direct in kunnen zetten. Dus lees dat er een ondergrondse brandkraan, hè, dat is een leiding
leidingen net onder de grond, waar wij ons water snel uit kunnen halen. Maar als dat niet dicht genoeg erbij ligt of te weinig water, dan kunnen wij op een snelle manier veel water inzetten. Nou, daar heb je die tankwagens voor. Die kunnen wij achter onze tankautospuit aan laten rijden, meteen aansluiten en we hebben meteen 13.000 liter water voor de eerste klap te kunnen geven. Want dat is wel, hè? Want de afgelopen jaren is er ontzettend veel veranderd, ook in het wagenpark. Hè? Ja. Als we kijken naar het materiaal. Ja, brandweerman vroeger, ik had het zojuist met de heer Baron nog eventjes over. Vroeger bluste je een brandje en daarna ging je lekker in de kazerne een afzakkertje pakken. Tegenwoordig tijd ben je brandweerman je met ongevallen en dergelijke. Ja. Er komen veel meer regels en wetjes. Is dat ook een probleem voor heel veel mensen om geen brandweerman of brandweervrouw te worden? Ja, misschien wel. Omdat de mensen hebben, met wat hier al net gezegd werd, we hebben het voor druk. We hebben voor diverse hobby's. Het gezin is ook erg belangrijk. Dat merken we ook wel dat het is. Maar wat ik ook denk is dat het ook onbekend, hè? Wat is brandweer eigenlijk? En wat doe je dan? Wat Wilco zojuist eigenlijk aangaf. Ja. Maar wat dat is dat in godsnaam mogelijk, jongens? Want we leven in 2020 bijna. Ja. Iedereen zou toch weten wat je dus als brandweerman doet. Ja. Ze weten jullie wel te vinden als ze tennis moeten stoppen bij een ongeval. Of, misschien is het wel spannend. Misschien vinden ze het wel te spannend. Maar weet dat je als je uitdrukt met een tankautospuit, dan ga je altijd met 6 man. Je staat nooit ergens alleen voor. En wellicht zijn er jongens, meisjes die denken van ja, dit is allemaal zo eng. Hey, dat valt reuze mee. Die jonge man die erbij komen, die begeleiden we op een goede manier. Als er incidenten zijn dat we denken van hey, dat vraagt aandacht, want ze kunnen wel eens iets anders tegenkomen dan we verwachten, dan besteden we er aandacht aan en daar wendt men aan. Dus misschien wordt er te hoog tegen aangekeken van dat het zo spannend is. Ja, dat denk ik ook wel. Want mensen, er is best wel wat interesse. Ja. En wat er al gezegd werd is, we hebben al best wel wat acties ondernomen en mensen zijn echt wel bereid om het verhaal aan te horen en die hebben echt wel zoiets van, nou, het klinkt wel interessant. Maar argumenten zijn toch vaak, ja, maar ik kan toch misschien niet zo goed tegen bloed of misschien, ik ben niet zo heel heldhaftig of wat dan ook. Maar dat is maar een deel van hetgeen wat wij doen. En als het te heftig wordt, dan is er altijd de mogelijkheid om een stapje terug te doen. Ja, wat is het, die soort adrenaline? Hè? Want mm-hmm. Ik heb het gevoel, als op het moment dat jullie de pieper gaat, mm-hmm. en die paar minuten dat je, want het is als een razende ga je naar de kazerne, je komt eraan, voorheen, vroeger in de tijd van Harry toen hij nog jong was, was het een wedstrijdje om eerst bij de kazerne te zijn, eigenlijk, als het ware. Maar is het dan die adrenaline dat je bij een hulpverlening of bij een brand aankomt en dat je aan de slag wilt hebben? Want als je dan kijkt, sommigen die lopen eigenlijk de laarzen uit van de voeten. Ja. Noem maar iets. Ja. Nou ja, dat is ook zo. Maar er zit gewoon een bronnetje ergens daarbinnen bij die mensen. En dat heb ik ook. Dat is gewoon een soort van brandweerhart. Ja. En dat is gewoon heel mooi. En nogmaals, los van die branden en die grote ongevallen, tuurlijk die zijn er, maar dat is niet alleen het werk. Ook bomen die omvallen, wateroverlastjes. Ja. Weet je wel, we doen zoveel meer. En het is gewoon super boeiend om mensen te kunnen helpen. En dat klinkt heel erg cliché en dat is misschien ook wel zo. Ja. Maar dat is voor mij wel een heel erg grote motivatie. Nu heb ik me altijd laten vertellen dat bij een goede brandweerman, en nou zijn jullie nog jong en die andere twee die zijn wat ouder, maar dat daar alles een beetje klaar staat. De broek ligt klaar, de jas ligt klaar, de laarzen staan klaar. Je hoeft eigenlijk alleen maar in te schieten en op weg. Is dat zo? Ja, in principe wel. Je moet je voorstellen, als die piepen gaat, dan is er iets aan de hand en er moet brandweer heen. En laten we even zeggen dat het dan een gebouwbrand is. Dan kan je niet gaan treuzelen, lanterfanten, wat dan ook. Dus die focus die moet er zijn. Dus als je dan ligt te slapen, die gele korreltjes uit je oog, kleren aan, trap af, naar buiten, auto in. Ik moet het hele dorp door. Soms stap ik op Beekendonk of Lieshout. En daar zit je grote pak aan. En dan ben je al 4-5 minuten verder. Dan kan je de kazerne uit en ga je pas echt richting het adres. En mensen staan te wachten op je. Ja, wat zei je? Ja, we gaan geen tanden poetsen voordat we weggaan. Nee. Ik niet en volgens mij deze drie ook niet. Nee, daar hebben jullie geen tijd voor. Nee. Hoe belangrijk is de wederhelft in dit vak? Ja, die is belangrijk. Er zijn wederhelften want die pieper, die pager die gaat, hè, die piept vrij aardig. Ik word er wakker van. Wij moeten die kleren, die inderdaad langs mijn bedje liggen, al 30 jaar, die trek ik vlug aan. Mijn vrouwtje loopt niet direct naar de deur, maar er zijn erbij. Die gaan keurig netjes de deur openmaken en die zwaaien nog net niet. Maar je zorgt wel dat we
eruit kunnen. Dus ja, die wederhelft is ontzettend belangrijk in deze, maar ook als we weer een oefenavondje hebben of als we een andere activiteit hebben, want we doen allemaal ons dingetje nog bij de club om het leuk te houden en het leuk te maken. Dus ja, absoluut belangrijk. Ja. Hoe zit het met de dames? Komen er vrouwen bij de brandweer? Er zitten zeker dames bij de brandweer. Ja. Het zijn er niet zo heel veel. Het is altijd een bepaald percentage. Zou het niet goed zijn dat er wat meer vrouwen bij? Want tegenwoordig tijd praten we over in de werkkringen dat vrouwen een hogere functie moeten krijgen. Mm-hmm. Zouden ze niet als brandweervrouw moeten worden? Nou ja, ik ben tegen om heel erg gericht op vrouwen te gaan zoeken. Ja? We hebben mensen nodig. En of dat een vrouw of een man is, dat is voor mij om het even. Als ze goed zijn, dan zijn ze welkom en mogen ze aanschrijven. Zo stijken. Dus vrouwen worden bij deze ook opgeroepen? Tuurlijk. Absoluut. Zeker weten. Ja. Zeker weten. Ja. Zullen we eens kijken of dat we een vrouw aan tafel kunnen krijgen? Volgens mij gaat het lukken. Ja. We hadden het zojuist over mannen en vrouwen bij het brandweerwezen. En zo snel is de techniek, hè? Want de heer ruilen we gelijk in met een dame. Patricia Broerschot, want jij bent een van die brandweervrouwen. We hadden het zojuist even met de mannen over. Is het makkelijk om brandweervrouw te zijn? Ja en nee. In de kant, ja, ik ben helemaal niet zo moeilijk. Ik ben zelf een halve man, zeg ik altijd maar. En dan is het denk ik heel makkelijk, maar je moet wel stevig in je schoenen staan. Ja? Je wordt wel van jou verwacht dat je hetzelfde doet als een man. Ik heb het zojuist aan de heer ook gevraagd, van hoe kom je als dame nou bij je brandweer? Je loopt niet eventjes de kazerne binnen en zegt van, nee. Jongens, luister eens eventjes, ik wil... Nee, ik denk dat je dat als een vrouw denk ik minder snel doet als een man. Ik heb het vanuit thuisheid ook meegekregen. Mijn vader die was brandweerman heel lang en die vond het heel belangrijk om voor opvolging te zorgen. En die vond het perfect voor mij, omdat ik zit veel in de paarden. Dus hij had zoiets van, ga ook maar iets anders doen dan alleen maar paarden. En ga maar meer met andere culturen om en ga maar eens lekker bij de brandweer. Want jij bent hartstikke stoer, de hele dag in de modder bezig. Dus net iets voor jou. Ja. Dus je was eigenlijk al een beetje, je had dat jongensachtige gevoel. Ja. En je dacht van, daar pas ik wel tussen. Maar, er komt er een hele opleiding. Is die voor een vrouw zwaar? Nou, ik was altijd al bezig en druk en met het sjouwen. Dus voor mij, ja, zwaar, nee. Veel reuze mee. Ja. Dat is echt goed te doen. Kun je eigen staande houden in de mannenwereld? Ja, ik wel. Ja, moet je mondfiat zijn als vrouw zijn? Ja, zeker wel. Ja, je moet niet... Je moet je niet af laten zeiken door die mannen. Nee, zeker niet. Je moet wel zorgen dat je een klein beetje mondig bent en een beetje terug kan praten en een beetje dezelfde taal praten. En dan gaat het helemaal goed komen. Ja, respect, want dat win je dan zelf op bij die mannen. Ja. Als je één uitdruk mee gedaan hebt bij een ongeval, bij een brand, en ze zien dat jij als vrouw je mannetje staat, krijg je dan het respect van die mannen? Ja, zeker wel. Ja. Ja, je moet niet in een afwachtende rol gaan zitten. Je moet gewoon lekker met ze meedoen. En gewoon gas erop. En aanpakken. En dan komt het helemaal goed. Ja, want jij zit bij het korps aan de Rijksel? Ja. 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 Ik ben begonnen in Helmond. En ik heb ook in Lieshout meegedraaid. En nou in Adrixel alleen. Ja. Wat dat is wel leuk, hè? Dan heb je die wat is het verschil tussen die korps? Ik vind korps Laarbeek, wat ik mee heb gemaakt, Lieshout en Adrixel. Het is echt dorps, dus heel gezellig en je komt binnen in een warm gezin en je draait gewoon mee met z'n allen, gewoon heel fijn. En Helmond is echt een stad en daar word je echt wel anders behandeld, zeg maar. Ja. Dus dorps is, gaat mijn voorkeur naar uit. Dat is een mooie, maar de werkwijze is hetzelfde, denk ik. Ja. Precies hetzelfde. Ja, want dat is het mooie van de brandweerman. Nou gaat regelmatig, dames en heren, bij deze dame en de heren, dit ding. Dat is nou zo'n buzzer, dat is zo'n pieper. En eigenlijk moet u eens bij een brandweerkazerne gaan staan. Ja, dan moet je gewoon gaan staan te wachten, maar dan is het gewoon leuk om te zien hoe dat ze daar eigenlijk bij die kazerne aankomen. Want het is toch Harrybouw, hè? Want ik zei straks, het is eigenlijk een soort wedstrijd, hè? Want die pieper die gaat, dan is het binnen 2 minuten, 3 minuten. Ja, afhankelijk van waar je bent natuurlijk. Kijk, je wordt verlangd om op te komen indien je kunt. Dus wij hebben nu, het is geen verplichting? Ja, er zijn altijd wel omstandigheden dat je zeg maar niet kunt komen. De techniek is goed gevorderd. We hebben een pre-com systeem is ontwikkeld. En nu kunnen wij zeg maar zodra de pieper gaat aangeven of we wel of niet naar de kazerne komen. Daarmee kan zeg maar, de centralist al heel vlug zien
of er voldoende bezetting is, of dat er andere posten gewaarschuwd moet worden. Omdat eigenlijk de burger, of in ieder geval zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Dus wij druk op opkomen. En dan is eigenlijk toch wel de bedoeling om in de gezwindenspoed op de kazerne te geraken. Ja. Ja. Dan ben je nummer 7, mag je niet mee? Ja, nummer 7 mag nog wel mee. Maar nummer 8 wordt wel moeilijk, want we zetten maar 7 stoelen in de auto. Ja, want dat is veranderd tegenover vroeger. Hè? Voorheen zat je met meerdere mensen in een brandweerwagen. Ja, ja, goed. De spelregels zijn door de jaren heen wel wat veranderd. En daar is, ooit is dat heel erg moeilijk. Alleen, ja, onze posten zijn eigenlijk, of eigenlijk alle posten zijn dusdanig geminimaliseerd. Dus je kunt eigenlijk bijna altijd mee. Ja, dat is wel het leuke. Wat gebeurt er dan, Harry? Dan zit je in die brandweerwagen. Wat gebeurt er dan? Ja, goed, de bevelvoerder die communiceert met de meldkamer om meer informatie te krijgen over het incident. Inmiddels hebben we ook tablets in de auto waardoor zeg maar, heel veel informatie zeg maar, al bekend is. Ja, goed, en dan focus je eigenlijk op de inzet die gaat komen. En of er dan een ongeluk is of een brand is of wat voor ook. Dan probeer je zeg maar, daar al wegen in te verplaatsen om een eigenlijk zo goed mogelijk inzet te kunnen krijgen. Ja. Ja. Wat is er dan nou een taakverdeling? Hè? Want je zit met 6 of 7 personen in die brandweerwagen. Wordt dan, hè, want je ziet bij brandweerwedstrijden, dan zie je de nummer 1, de nummer 2, de nummer 3 en de bevelvoerder, hè, het hoofdletter B. Ja. Maar is dat zo eigenlijk bij jullie ook in een uitdruk? Ja, maar dat is echt goed geregeld, Mario. Wij weten precies. Kijk, we krijgen te zien op de pager wat het incident is. We komen op de kazerne. We weten welke personen er mee mogen. Want er staat een groot bord staat er in de kazerne of hangt in de kazerne. En er staat duidelijk in wie er meegaat. Die bevelvoerder die heeft die opleiding gevolgd. En die weet precies, naar aanleiding van de melding die er is, wat er gaat gebeuren. En die gaat zijn plan maken. Die schakelt meteen en die gaat een plan maken. En die geeft opdrachten aan teams. We hebben een team 1 en 2, we hebben een team 3 en 4. Naar gelang het incident, laat staan dat het een ongeval is, dan zijn de nummers 1 en 2 zijn een technisch team, dus die doen alle technische dingen. De nummer 3 is de beveiliger, die zorgt alles rondom de beveiliging, rondom het incident. Dan hebben we nummer 4, die zorgt voor het, als ambulance, als assistent van ambulance of als hulpverlener. Bij levensreddende handelingen gaat hij verrichten. Dus hij neemt de zorg over de slachtoffers. En de bevelvoerder die blijft dat coördineren. Dus die delegeert en controleert. En zo blijft het team werken. En iedereen weet precies, in zijn opleiding is daar geleerd wat hij moet doen. En die gaat niet uit zijn rol. Die gaat alleen uit zijn rol als de bevelvoerder zegt, dat gaan we zus of zo doen. Dus het systeem werkt perfect. Ja, maar begrijp ik, het soort discipline is? Absoluut. Eigenlijk als ja, nee, je moet ook duidelijk, als jij nummer 1 en 2 bent, dan ga je geen kuntjes van 3 en 4 doen. Nee, je blijft je ding doen, want de bevelvoerder heeft dat zo bepaald. Heeft zo zijn inzettactiek bepaald en dan gaat hij ze ook uitvoeren. Ja. De bestuurder van de brandweerwagen, is dat dan de pompbediende? Ja, dus de chauffeur pompbediende en die brengt het voertuig van kazerne naar incident. En die zorgt voor de materialen die uitgegeven wordt of het water wat weggegeven wordt. Maar die is zeg maar de baas van de tankuitspuit. En die geeft de spulletjes uit die we nodig hebben, het gereedschap. Neemt ze ook weer in. En dat is zijn taak. En vooral veilig op de plek des onheils te komen. Ja. Heel belangrijk. Remy, heb jij al uitrukken meegemaakt met Lieshout? Ja, eerder. Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan als een jongeling zijn? Ga je dan onbevangen zo'n ongeval, zo'n brand tegemoet? Nou, in het begin word je al echt meegenomen door de ervaren mannen. Dan ben je zelf al terughoudend, want je bent onbekend in het vak. En in het begin ga je als in de opleidingsperiode ga je als stagiaire mee. Dan heb je ook een hesje aan als stagiaire. En ga je als extra manschap mee. Dan loop je ook een soort stage. Stage. Ja. Dan is het veel kijken, observeren. Ja. En na van Antessen zien, hij snapt het, hij kan meedragen aan zijn uitdruk. Laat je ook echt wel de dingen doen. Je leert het ook wel tijdens het proces eigenlijk. Ben je ook van plan om door te groeien? Want je kunt in het brandweerwezen doorgroeien. Je hebt nog verschillende jaren voor de boeg. Ja.
Wil je hogerop? Ga je voor een andere functie? Zou het wat zijn om beroepsbrandweerman te worden? Beroeps niet, maar ik ben wel bezig met mijn chauffeur-pompbediende te behalen. Chauffeurstukken heb ik al, dus met de waterbak die Nout benoemd heeft, mag ik al als chauffeur mee uitrukken. Als brandweerchauffeur. En nou ga ik nog verder dan eigenlijk met een stukje als pompbediende. En dan mag ik ook als met de TS, zoals wij dat noemen. Ja. Uitdrukken. Met de tankauto's uitdrukken. Want even voor de luisteraars, je moet wel. Ja het zijn van die echte afkortingen die je als brandweerman eigenlijk gewoon pakt. Patricia, wat is jouw taak bij een uitvoering? Ben jij gewoon iemand die volledig inzetbaar is of heb je dan aparte taken? Nee, ik kan in principe alle taken uitvoeren. Binnen de TS, zeg maar, de tankauto spuit. En daar ben ik manschap. En ik ben ook chauffeur. Je bent ook chauffeur? Ja. Een vrouw die hoort toch niet achter een vrachtwagen? Ja, echt wel. Ja? Echt wel. Gas erop. Ja, dat is wel leuk. Hè? Want dan ben je, dan maak je als chauffeur zijn ook ontzettend veel dingen mee. Want je moet anticiperen op de situatie. Ja. Je komt eigenlijk bij een stoplicht. Nou springt dat meestal voor jullie expres op groen. Maar ik denk dat je ongetwijfeld als chauffeur ook bepaalde situaties tegenkomt. Dat je denkt van, potverdikke, die automobilisten, die hebben totaal geen verstand. Nee, precies. Maar ik kan me wel begrijpen als zo'n grote wagen er aankomt met groot geweld. Dat je als leek, zeg maar, niet helemaal weet wat de bedoeling is. Dus je blijft als chauffeur gewoon hartstikke rustig. Je wacht de situatie af en je stoot weer door. Moet je van tevoren vooruitkijken? Ja, ver vooruitkijken. Heel ver vooruitkijken. Ja, zeker wel. Kun je dat met die adrenaline? Want je stapt in die vrachtwagen. Je zit met een zestal heren achter je in je nek te hijken die met alle geweld vooruit willen. Ja, op dat moment ben ik echt de rust zelf en dan is er niemand die mij van mijn stuk afbrengt. En ik zorg er gewoon voor dat we met z'n allen veilig op het incident komen en dan gaan we weer met z'n allen Dus gaan. Echt dat vrouwelijke gedoe, dat moederachtige, dat krijgen de heren dan volgens mij, die worden daar weer rustig. Nou, weet ik niet of je rust voor mij wil, maar... De bevelvoerder is de baas, maar de chauffeur is onderweg de verantwoordelijke van A naar B. En die moet ook zorgen dat het veilig gebeurt. Ja. Nou zitten we momenteel in de winter, heren. De zomer achter de rug. De zomer dan is het met de barbecuebrandjes en een tal van andere zaken. Koolmonoxide is in de winter zo'n probleempje wat je hebt. Je hebt mensen die gaan met kerst, de kaartjes en dergelijke. Mm-hmm. Wat is voor jullie nou een drukke tijd? In de zomer of de winter? Ja, dat ligt er eigenlijk een beetje aan. Vorig jaar hadden we een hele zomer. Toen was het een topjaar voor ons, om zo maar te zeggen. Toen gingen we met regelmaat. Vroeger werd er geturfd van welke kazerne nog de meeste uitdrukken had. Ja. Sinds de heer Baron hier niet meer eigenlijk actief is. Nee, maar die zorgt ze goed voor ons. Dus wat dat betreft zorgen we ook goed voor hem. Hè. Maar ja, nee, vorig jaar zomer. Al die bosbranden. Ja, dan, en we hebben die tankwagen. Harry is een opspringer van Lieshout. Dus Harry kan ook regelmatig met de tankwagen kon niet mee. Leeftijd? Ja, maar wij zijn samen regelmatig weg geweest. Wij zijn graag gezien, dus dat moet wel lukken. Dat zijn die periodes. Maar je kunt niet zeggen van het is dan meer of dan minder. Wij zitten in Lieshout rond de 50 elk jaar zo'n beetje. Ja. Gemiddeld elke week eentje. En dat is van groot naar klein. Van assistentie tot kat uit de boom. Dat doen we ook graag. Dat zijn ook die kleine dingen, want dat is ook het werk van een brandweerman. Ja. Het is niet alleen branden blussen en bij ongevallen. Nee. Is allround zijn. Ja. Nou is er, in 2020 zijn er weer van die extra dagen volgens mij, die georganiseerd worden in Waalre ergens? 9 en 11 januari? Er zijn die bijeenkomsten. Ja. Nou? Ja. Er zijn bijeenkomsten om voor nieuwe mensen om daar eens te komen proeven. Ja. Ruiken, kijken, wat is brandweer? Want waarom in Waalre? Kun je dat misschien even uitleggen? Is dat omdat het de veiligheidsregio Brabant Zuidoost is? Nou, in Waalre hebben we het regionaal opleidingscentrum, het ROC. En daar worden, dat is regionaal gepositioneerd. Hè? Mm-hmm. Dus het ligt mooi in de regio. Daar komt alle 36 posten oefenen daar, trainen daar. Er wordt ook vergaderingen gehouden. En daar hebben we de faciliteit om dergelijke dagen te organiseren. En bij iedereen zowat bekend. Ja. Ja. Is er een website waarin bijvoorbeeld mensen wat meer informatie over de brandweer kunnen krijgen? Hoe heet die?
Jouwbrandweer.nl? Oh, jouwbrandweer.nl. Ja, ja. Ja, ik zit al bij de brandweer, dus ja, wij kijken er niet zo naar. Nee, dus, ja. Maar jouwbrandweer.nl, ja, dat is een website en daar vind je alles eigenlijk op? Daar kun je, ja, daar kun je alles vinden, ja. Dat is, ja. Dat wordt, tegenwoordig is het door de veiligheidsregio wordt er centraal daar aandacht aan besteed. Dus we proberen, of ja, ik zit zelf dicht bij het vuurtje, dus wat dat betreft praat ik over we. Maar centraal te organiseren, dus het is niet zo dat elke post zijn eigen werving gaat doen, maar er wordt voor het centraal wordt er een geworven. En er wordt echt veel aandacht aan besteed, ook om onbekend maakt onbemind, hè? Ja. Om dat dus naar boven te brengen. En dat is belangrijk. Net wat ik straks zei, ja, je moet eens komen kijken, je moet eens weten wat het inhoudt. En dan kun je er pas een goed oordeel over vellen. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je kunt je eigen aanmelden, maar dat duurt nog 2 jaar voordat je de brandweerman bent. Ja, het duurt 20 maanden. Ik doe een klein beetje corrigeren, Remy, maar we doen eerst 8 maanden ben je met brand bezig. Als je 8 maanden brand hebt gehad, dan heb je je laatste examen gedaan, want je gaat een landelijk examen houden. Als je dat positief hebt afgerond, dan mag je s'avonds al met de grote jongens mee uitrukken, zonder het blauwe flapje, als stagiair op je rug. Mag je al mee. Dan ga je naar de technische hulpverlening. Duurt ook 8 maanden. Dat is 1 avond in de week dan. 8 maanden. Nou, als je dat ook weer afgesloten hebt met een examen, dan mag je daar weer mee. En dan moet je nog een stukje IBGS, incidentbestrijding gevaarlijke stoffen, want daar hebben we ook alles mee te maken. En dat duurt ook nog een 4 maanden. Dus 8 plus 4 is 20 maanden. En dan mag je mee. En dan ben je helemaal klaar, want je gaat, net wat Remy straks zei, tijdens je opleiding ga je ook meteen stage lopen. Men noemt dat leerwerkplek leren. Dus je krijgt een begeleider op de post. En dat is jouw maatje. En dan ga je samen het vak leren. En als dan de pager gaat, dan stap je mee in. Want die 7e plek, wat Harry het over had, die is voor een stagiaire. En die gaat meekijken. Die mag wel wat vegen, die mag wat vasthouden. Maar die mag al beeld krijgen van, hé, wat houdt het in? Wat proeven. Ja, even wat proeven. Ja. En dan lees als een stagiaire. Door die vorm zijn ze eigenlijk meteen, na 20 maanden, zijn ze echt een beginnend beroepsoefenaar. Ja, en dat is prettig. Dat is tegenwoordig wel voor het beter geregeld. Ja. Wat zijn er nog eisen? Stel dat je brandweerman of brandweervrouw wil worden. Zijn er bepaalde eisen aan leeftijd en dergelijke, Harry? Ja, de leeftijd is 18 jaar in ieder geval. En je moet medisch gekeurd worden. Het is een PPMO-baan. Het is eigenlijk een soort... Brandweertest, hè? Ja, een brandweertest. Ja. Het is eigenlijk een soort stormbaan, hè? Eigenlijk wat alle brandweermensen in het vak mee kunnen maken, is eigenlijk dan zeg maar wat beoefend. Ja. En dan kijken ze of je daaraan voldoet. En ja, goed, als je gezond bent en je kunt dan de medische test zo staat, dan is dat feitelijk eigenlijk de grootste hobbel is dan eigenlijk al geweest. Moet je stressbestendig zijn? Is fijn. Ja, is fijn. Maar kun je ook leren. Hè? Kijk, je hoeft niet alle skills te hebben. Hè? Nee. Je kunt ook iets aanleren. Als het aan te leren is en je leert veel, dan kun je er wel. En wanneer heb je stress? Ja. De ene dag is de andere dag niet. Ja. Nee. Kijk, je bent met een team. Hè? Je doet het met 6. Hè? Je bent niet iets alleen aan het doen als individu. En het hangt niet alleen van jou af. Je bent met een team en je springt met elkaar. Maar moet je dat leren eigenlijk, Patricia? Want ik denk niet als je voor de eerste keer mee uitdrukt, dat je dat al meteen onder de knie hebt. Nou, je kent je mensen, je weet wat je gaat doen en je doet het gewoon met elkaar. Ja. Dus met elkaar klaar je die klus. Ja. Dus op het moment dat iemand ziet van, joh, die heeft het even lastig, springt die in en je staat er niet alleen voor. Ja. Nee. Dat is wel leuk. Doorzettingsvermogen moet je ook hebben? Je moet niet snel opgeven. Nee. Nee, maar dat hoeft ook niet. Verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, zeker wel. Ja? Ja. Maar wat is doorzettingsvermogen? Hè? Je moet het ook met verstand kunnen. Hè? Je moet ook na kunnen denken van waar ga je het doen. Hè? Je kunt niet zomaar doorgaan en dan zonder dat er een plan ligt. Hè? Dus daar zit wel iets meer bij bekijken. Ja. Het is niet altijd doorzettingsvermogen, maar het is ook even nadenken. En door goed na te denken kun je misschien wel veel sneller zijn dan het doorzettingsvermogen. Ja. Welke 18-jarigen hier uit Laarbeek kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de posten Aalderichsel, Lieshout of Beekendonk? Want moet je dan enkele minuten van de kazerne wonen? Mag je in het buitengebied? Maakt dat iets uit? Remy, jij woont? Ja, ik woon tussen Lieshout en Mariautin. Volgens mij woon ik wel als een van het verste van de kazerne af. Ja. Maar, en dan nog af en toe het eerst? Nou, het eerste zal ik niet zeggen, maar een van de eerste wel. Ja. Dus je hoeft niet dichtbij een brandweerpost te wonen?
Ja, goed, je moet er wel binnen enkele minuten kunnen zijn natuurlijk. Goed, wij zijn gaan met de auto en we rijden de straat uit. En, Je had het over die inspringers. Hè? Mm-hmm. Mogen die zich ook melden bij jullie momenteel als er hier kijken waar ik brengt? Graag. Ja. Die hebben de opleiding al gehad. Ja. Dames, want misschien wel heel leuk om op een extra omroep te doen naar die dames, hè, die meiden. Ja. Want ik weet dat het lastig is. Hè, want als vrouw zijnde op een gegeven moment, je bent getrouwd, je wilt kinderen. Er spelen een andere boel factoren mee. Maar je zou best een jaar of 10 nog mee kunnen als brandweervrouw. Absoluut. Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. Kijk even in de camera. In Post Aardriksel ook een vrouw met kinderen en een heel gezin en dat soort dingen. En dat gaat allemaal helemaal prima. Ja. Zolang dat je thuis gewoon goed regelt. Van joh, als die pieper gaat, ben ik weg. En neemt die andere de taak over. Gaat helemaal goed hoor. Ja, dus dan is het de man die de vrouw kleren, de brandweerkleren voor de vrouw klaarlegt. Ja, precies. Ja. En deur opmaakt. Hè? Ja. En het waait aan de deur. Ja, ja. Ja. Zeker wel. Voorzichtig, schatje. Dag, schat, tot straks. Ja. Ja. Zo werkt het. Ben je ook met brandweer geweest, hè, Mario? Even snel afrondend, heren, dames. Patricia, waarom is het brandweervak zo mooi? Ja, de kick, hetgeen wat je allemaal meemaakt met z'n allen, er met z'n allen voor gaan. Je maakt gewoon wat anders mee als een normaal dagelijks leven. Je weet niet wat je gaat meemaken. Het is heel afwisselend. Het is gewoon heel leuk. Ja. Zeker wel. Remy, waarom moeten jongeren toch eens meer te weten komen over het vak van een brandweerman, zeker brandweervrouw? Wat is er zo mooi aan? Ja, je doet het samen. Het is een keer iets anders. Hè. Andere mensen om je heen. Een keer een ander praatje met elkaar maken. De spanning die je eruit kan halen. De voldoening die je eruit kan halen, ja. Dat zijn een beetje de mooie dingen. Ja. Nout, als je gaat kijken naar de toekomst, heeft de brandweer van Laarbeek nog toekomst? Absoluut. Absoluut. Waarom zou je het niet hebben? Als we de goede mensen erbij krijgen, die leiden we goed op. Die nemen we op in onze groep. Die gaan leren van ons. Daarom blijven wij er nog gewoon bij. Wij gaan die mannen leren. Wij gaan ze meenemen. En dit gaat de toekomst worden van onze brandweer. Absoluut. Ja. Alleen, ze moeten even dat stapje durven pakken om naar ons binnen te komen. Kom eens kijken. Kom eens ruiken, proeven. En dan zie je wat voor cultuurtje er is. Wat voor gezelligheid het is. En hoe serieus het is als er daadwerkelijk iets is. En wat voor groep dat je dan bent, wat voor team dat je dan bent, want dan staat er iets op. Hè. Als die pager gaat en we zitten achter in die auto, dan gebeurt er wat, waar we echt goed in zijn. Ja, en dan doen we nog wel eens een biertje of een frisje daarna drinken en dan zie je hoe het dan weer valt. Echt team wil je. Ja. Heel mooi. Harry Bouw, als de allerlaatste, heel veel jaren in het vak, bijna aan je pensioen? Bijna. Ja, zolang ik goed gekeurd bleef. En dat hoop ik nog heel lang. Dan gaat dat goed komen. Zeker. Ja. Kijk, het brandweervak is gewoon een geweldig vak. Het is gewoon een virus waarmee je blijft besmet. En het sociaal gevoel, de samenhorigheid in het hele team, dat is gewoon helemaal geweldig. Volgens mij gaat de pieper, jongens. Is het hoog tijd om ik zat ook al te kijken. Te zorgen dat hij gaat. Dank u wel voor jullie komst. En mocht u interesse hebben om brandweerman of brandweervrouw te worden, loop dan eens binnen op 9 of 11 januari. 25 januari, dan is er een selectiedag voor degenen dus die interesse hebben. Dat je nou man bent of vrouw, jongen of meisje, het maakt niet uit. Kijk naar het enthousiasme van deze 4, eigenlijk die 5. En zorg dat de posten van Aanrichter, Lieshout en Mariehout, Beekendonk, bezet blijven en volledig bezet blijven. Want zonder een brandweerman, zonder een brandweervrouw kunnen wij niks. Dankjewel voor jullie komst. Ja, graag gedaan. Graag gedaan.